Geldriel kent een rijk verenigingsleven. En Fanfare La Harpe is een van die verenigingen die het hele jaar druk is met allerlei shows. Maar een optreden dat er toch echt wel uitspringt is het reveilleblazen op Koningsdag. Zo is het toch, heren? Ja. Lies en Joop, wat gebeurt er met tijdens dat reveilleblazen? Nou, wat houdt het in? Ze verzamelen bij Paulussen, vroeger de Boerenbond. Ja. En dan verzamelen ze, dan komen ze met 3 auto's. En dan gaan ze verspreiden. Dus op 15 plaatsen geven ze een serenade, of hoe je dat ook noemen wil. Okay. Ja. Maar je moet wel vroeg vooruit de veren, heb ik begrepen. 6 uur beginnen ze. 6 uur? 6 uur staan zijn ze daar. En waarom zo vroeg? Ja, want ze moeten om 9 uur moeten we hier weer voor de vlaghijzen zijn. Dus ze moet van tevoren. Er komt natuurlijk van alles bij kijken. Hoe lang bestaat deze traditie al? Volgens mij is het al 53 jaar geleden. Dat ze begonnen zijn. Ja, toen hadden we een nieuwe voorzitter en die heeft toen ingevoerd dat we reveille gingen blazen. Maar het is dus een soort serenade brengen? Ja, ze maken de mensen wakker. En dan komen ze en dan gaan ze rond. En dan komen ze op het laatst, zijn ze natuurlijk bij mij aangekomen. En ze hadden gehoord dat ik er nog laat thuis kwam. Ze dachten, en toen is het voor de tweede keer begonnen, die reveille blazen. Want 10 jaar is het tussenuit geweest. Ja. Nou, en toen om 6 uur... een geluid, er waren met 10 man stonden recht voor mijn slaapkamer aan. Nou, ik dacht echt bijna dat ik een hartaanval kreeg. En dan hebben ze 35 jaar, houden ze dat vol. Ja. Nog steeds, en ze komen nog steeds bij mij aan. En nou zorg ik voor hapjes en voor drankjes. En ik zorg want dat hoorde ik, dat ze na de hand bij u een Wilhelmusborrel gaan drinken. Altijd. 35 jaar lang doen ze dat. Joop, vroeger speelden ze dat toch vanuit de kerktoren? Ja. Ja. Waarom niet meer? Nou, dat is verboden door de kerk. Ja, daar mogen ze niet meer in die toren mogen ze niet meer in klimmen. Dat is gevaarlijk. Het zijn drie ladders. Van pak en een ladder en een pak en een ladder. Dat is te gevaarlijk. En dat is nou te gevaarlijk geworden. Dat is verboden. Dus dat doen ze nou niet meer. Ja. Okay. Ja. Maar dat hele idee van die serenade spelen, dat staat mij op zich wel aan. Ja. Het zou natuurlijk zo leuk zijn als jullie mij ook nog even een serenade kunnen brengen. Ja. Toch? Dat doen ze. Dat komen gaan ze doen? Oh, daar komen ze fijn. Ja. Wat fijn. Ja. Daar beginnen ze. Mannen, ik ben er klaar voor. Komt jongens. 1, 2. Ik ben zelden zo mooi toegespeeld. Dankjewel.